Zaterdag 19 november 1988 werd in de sporthal van Sneek het 6e toernooi gehouden rond de sterkste man van Friesland. Een groep van 10 man gaat uitmaken wie zich uiteindelijk de sterkste mag noemen. Dit evenement, bezocht door honderden bezoekers, is een fantastische gebeurtenis waarbij de mannen tot het uiterste gaan. In deze film een verslag van de verschillende onderdelen. De deelnemers van 1988 zijn Ritske Kootstra, de held uit Harkema, is 3 keer Europees kampioen judo geweest. Jan de Jong, invaller voor de zieke Wiebenijnhuis, is zeer laat ingelicht, heeft het niet kunnen voorbereiden. De oudste deelnemer uit het veld, bijna 50 jaar, favoriet uit Sneek en omstreek, Cor Snor Oudendag. Bouke de Jong, sportschoolhouder uit Twijsler-Rijden, de oudere broer van Jan de Jong. De Flits van Wolfsgaren, Wout Zijlstra, vorig jaar derde. Seijer van der Veen, beter bekend als de Blonde God, neemt voor de eerste keer deel. De grote favoriet, vorig jaar tweede, heeft ambities naar de Nederlandse titel, de man uit Seksbieren, Arend Kuiper. Gerben Erfman uit Harlingen werd in 1983 tweede, is een aantal jaren weg geweest, maar nu sterker dan ooit. Simon Sikkers, de debutant, het monster uit Nederland. De belofte uit Sneek, Minne Bethlehem, ofwel de Blonde Pijl, neemt voor de 5e keer deel. De 6 onderdelen zijn nachtwagen trekken. Timberwalk. Gewicht hoog gooien. Jordan Shield lifting. Bovenstam hoog tillen. En tenslotte een goede paardenrace. Maar we beginnen nu eerst met het vrachtwagen trekken. Kom op, Kom op! Bierum Arend Kuiper. En hij heeft verschrikkelijk snel die wagen al in tempo. Die wagen draait en dat is natuurlijk een hele goede zaak. Dan goed blaag blijven zitten en dan komt hij. Ja, dit wordt een goede tijd. De 23-jarige krachtpatser uit Seksbierum. En daar komt hij. Krijgt van zijn coach steeds die tijden door. En hij blijft goed lopen. Tempo gaat er goed in. Vuur hagelig en daar komt hij. Tessie van Duiken, bang en daar is hij. Atletisch. Komt die man uit Minnes, Simon Sikkers. En die wagen die draait nu. Zit ook iets hoger dan de rest volgens mij. Johan. Hij zwaait iets af. Johan, hij start moeilijk hoor. Je kunt het zien aan die benen. Die gaan een beetje ongecontroleerd voor elkaar langs. Bij de andere deelnemers zie je dus duidelijk een soort spreidstand. En deze jongen, hij heeft het moeilijk. Dat zie je. Zal het favoriet onderwerp niet zijn misschien? Ik weet niet zoveel van deze jongen af. Maar ik zie dat hij het moeilijk heeft. Daar komt die tijger aan. Hij doet natuurlijk zijn best. Hè? Hij doet zijn best. En nou is het kwestie van goed timen en springen. Hey!
vrachtwagentrekker werd gewonnen door Wout Zijlstra met een tijd van 34-14 en verdient daarmee 10 punten. Tweede op 500ste van seconde werd Arend Kuiper en derde Gerben Erfman. Voor de volgende onderdelen verplaatsen we ons naar de zaal. Hier beginnen we met het tweede onderdeel, de Timberwalk. Deelnemers moeten met twee boomstammen van elk 75 kilo zo groot mogelijk afstand afleggen. Daar gaat hij. Hoppatee, heeft ze te pakken. 5 meter heeft hij, op naar 8 meter. Hij is wat, te wil denk ik 13 meter, volle ronde 16 meter. 16 meter nu al reeds. Tempo zit goed, 21 meter, op naar 24 meter. Hier bij mij, 29 meter, volle ronde, 32 meter nu. Ja, twee volle ronden. Op naar de 37 meter, 37 meter nu. Op naar de 40 meter, 40 meter nu. Hier, 45 meter, drie volle ronden, komt hij zo meteen op, 48 meter. Op naar de 53, 53 heeft hij nu. 56 daar. Hier volgen mij 61 meter, 61 meter. Over de steen is 64 meter, daar komen 64 meter. Op naar de 69 meter, 69 meter, 72 meter, daar ligt hij, 69. Iets minder dan 72 meter. Zullen we kijken, verder met de lichte deel, net 80 kilo, 5, 8 meter. Het zal voor hem een hele toer worden hoor. 13 meter, volle ronde is 16 meter, maar hij is sterk aan en is goed gebouwd. 21 meter. 24 meter gaat hij nu naar de weg. 24, hiervoor is 29 meter. 29 meter, volle ronde is 32 meter. 32 meter, daar is hij. Op naar de 37 meter, die heeft hij daar ook te pakken. Hij is al poerberg hoor. Op naar de 40 meter, kijk eens naar verder. En daar ligt hij, 40 meter. Applaus voor Jan de Jong. En dan komen de zware meters, 53 meter. 56, 61. Als hij deze ronde haalt, heeft hij 64 meter. En nu komt hij in de zware ronde. 69 meter nu. 72 meter nu. Ja, 72. 77 nu. De voorronde is 80. 80 meter. En nu op zoek naar Wout Zijlstra. 85 meter. 85 meter. 88 meter. 88 nu heeft hij Wout Zijlstra te pakken. 93 meter. Haalt hij de 100. 93. 96. Applaus. Bus of 96 meter. Weet je wie de sterkste is? Tevreden. Ja, tevreden. Geen 100 meter, maar toch. Een stuk zwaarder, hè? Ja. Fantastisch prestatie. Bedankt. De Timberwalk werd gewonnen door Arend Kuiper. Hij legde met de 150 kilogram wegende boomstammen 95 meter 18 af. Tweede werd Wout Zijlstra met een afstand van 87 meter 88. En derde Seijen van der Veen met 71 meter 75. Het tussenklassement ziet er nu als volgt uit. Op een gedeelde eerste plaats Arend Kuiper en Wout Zijlstra met 19 punten. Derde Gerben Erfman met 15 punten. Ik zou
zag je broer die was je vurig aan aanmoedigen. Er is geen rivaliteit tussen jou en je broer? Nee, geen ruzie of zo, nee. We helpen elkaar wel. Maar geen gezonde competitie of dat wel? Ja, we gaan wel tegen elkaar, maar van mij. Ja, we willen wel bij de werf zelf. Ja. En ik hoorde dat jij bent 2 dagen geleden opgebeld of je alsnog mee wou doen. Ja. Is dat niet ten koste gegaan van een degelijke voorbereiding? Ja, ik heb helemaal niet getraind, want ik ben een week of 10 ben ik aan het werk gegaan. Geleden heb ik nooit weer getraind, ik doe toch niet mee. Er stond de tweede reserve daar. Daar kwamen ze en zei doe mee, nou, ik dacht doe voor de lol mee. Ja. Ik reken op 10e plaats. En, je hebt niet geaazeld, je hebt gewoon gezegd, ik doe mee. Ik heb een uur nagedacht. Ik heb een uur bedenktijd gehad. We gaan naar het derde onderdeel, gewicht hoog gooien. Deelnemers moeten hierbij een zak zand omhoog gooien tegen een plank die gedurende het onderdeel steeds hoger zal komen te hangen. De oudgesproken favoriet op dit onderdeel is Gerben Erfman. Wie weet ziet hij kans om het jarenoude record van 4,90 meter te verbreken. Faalt hij, dan ligt hij uit de race en anders gaat hij nog mee. Applaus voor Jan de Jong. Ja, hij is er nog niet gezien, hij gaat gewoon heel laatste. Dit is laatste voor. Cause you don't love me no more. Hij zit op die 4 meter. Every time I call you on the phone. Some valley tells me that you're not at home. I'm chained on my heart. Was van de kant. Uitzwaaien. Simon heeft een hele gewaagde techniek. Nadat hij gewacht is, blijft die ijskast staan. Nadat de zak met een raaklings langs zijn hoofd valt. Tikt het bord ook nog net aan. Goeie wat. Hij heeft hem geraakt. Ja, dat is prima hoor. Dit gaat helemaal mis voor Bauke. Hij vergat de zak los te laten en dan gaat hij het weer terug. Nee. Het kost. Okay. Van de V. Nee, dat is niet leuk, dat is sterk vandaag. Jongen. Laatste poging. Als hij die niet aan wil, Jongen staat er. Gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. Het was een favoriet rol voor jou, hè? Ja, voor dit onderdeel wel, ja. Maar voor de rest eigenlijk niet. Ik zit de hele dag een beetje tegen en nu komt er eindelijk wat uit. Dus, De start was vanmorgen niet goed, hè? Nee. Ik had schoenen aan, die was veel te glad op de straat. Dus
dan wil het niet. Dat was wel jammer. Dus neem ik aan veel getraind, met name op dit onderdeel? Getraind. Nou nee, niet speciaal op dit onderdeel. Alleen, ik ben laat gestart dit jaar, want ik had steeds last van het schouder. Ik pas in augustus weer begonnen te trainen, dus eigenlijk gek of te laat, maar voor de rest gaat het wel. Ik neem aan dat jij wel in de top blijft staan vandaag, hè? Top 3 hoop ik ook, hè? Top 3? Ja. Niet 1? Nou, lijkt me moeilijk, hè? De conditie is niet zo geweldig en die van die andere jongen wel. Dus, biervat is beslissend dan. Nou, biervat is beslissend, hè? Ja, biervat is beslissend. Het onderdeel gewicht hoog gooien werd gewonnen door Gerben Erfman met een hoogte van 5 meter. De tweede werd Wout Zijlstra met 4,80 meter. En op een gedeelde derde plaats Minne Bethlehem en Saije van der Veen met 4,70 meter. Het tussenklassement ziet er nu als volgt uit. 1. Wout Zijlstra, 28 punten. En op een gedeelde tweede plaats Gerben Erfman en Arend Kuiper met 25 punten. Het volgende onderdeel is Sword and Shield Lifting. De deelnemers moeten in de ene hand het schild vasthouden en in de andere hand het zwaard van Grutte Pier. Het zwaard moet met gestrekte arm vastgehouden worden. De deelnemer die dit het langste volhoudt is winnaar. Favoriet op dit onderdeel, Saije van der Veen. Het Sword and Shield Lifting werd gewonnen door Saije van der Veen. Tweede werd Arend Kuiper, derde Minne Bethlehem. De tussenstand na 4 onderdelen is als volgt. 1. Arend Kuiper met 34 punten. 2. Wout Zijlstra, 33 punten. En 3. Gerben Erfman met 28 punten. Werd een voortreffelijke bodybuilding show opgevoerd. Terwijl op dat moment John Paul Sigmundsen, de sterkste man van de wereld, en Harley Davidson van de plaatselijke motorclub bestijgerden. Het laatste onderdeel staat bekend als uiterst spectaculair, het boomstamtillen.
De boomstam weegt bij aanvang 80 kilo en wordt daarna steeds met 5 of 10 kilo in gewicht verhoogd. Het verschil met het klassieke gewichtheffen is dat alle manieren van tillen geoorloofd zijn. De benen, de buik, het hoofd, alles mag worden gebruikt om die boomstam met gestrekte armen boven het hoofd te krijgen. Simon Seks, we weten niet wat hij kan op dit onderdeel, hoor. Vreed houden in de bed, Leon. Voorzichtig, jongens, hoor. Let op. Vangen. Goed zo. Hou vast. Het moet mogelijk zijn, Simon, anders verstandig zijn. En... het is een jongen die er niet op heeft getraind, natuurlijk. Hè? Hij doet het zo en dan valt het niet mee, 80 kilogram. Ik denk dat het heel moeilijk voor Simon wordt. Het is niet vreemd, hoor, als je dit ongetraind doet. We hebben zeer ervaren toetslopen. Die als dit gaat, nee, vast. Applaus voor Simon Seckers. Ik denk dat het een zwaar is, maar oké. De biervader is wat straks wel, dus wat dat dan gaat, lukt het dan misschien beter. Now you're running around looking for some sympathy. When you know as well as I, that history. Wellicht als hij goed draait 110, 115. Men weet het nooit. Kijk eens, pats en wat een armen is. Als je wie bovenbeen. Daar is hij, gauw van Jan, ook goed. Jan doet het goed. En hij heeft het ook duidelijk door. Hij krijgt de boomstam niet naar de borst. Nee, hij legt hem in en hij zegt, hij stopt. Nee. Ik vond dat hij een beetje vruchteloos aan die boomstam aan het trekken was, Johan. Ja, het is al vaak genoeg gezegd, hè? Onvoorbereid. Misschien zijn specialiteit niet. Hij probeerde in ieder geval weer. Hè? Zit hem weer op zijn hoofd. Het is toch een leuke techniek. Die heeft hij vanaf het begin gebruikt en met zijn hoofd erbij. Nee. Nou, denk ik wel. Hij heeft niet de, ja, hij had niet de kracht om hem uit te drukken. Jammer. Deze heeft kans op het onderdeel. Ik weet het niet. Ik vond dat die vorige ging moeizaam. We zullen zien. Ja, hij heeft hem weer keurig op de borst. En nu weer die uitstoot, hè? Nee, op zijn hoofd. Ja. Dat is hoor, dat is allemaal. Nou moet hij uitgestoten. Daar komt hij. Wat doet hij? De scheidsrechter keurde hem goed. Daar gaan we weer. Ja, fantastisch hoor. Goed. Hoofdscheidsrechter Fokko de Jong. Gaat hij op midden? Ook niet zijn favoriete onderdeel. Voorzicht. Hij geeft nog tijd, denk ik. Applaus voor Mina Bethlehem, hij stopt. Hij blijft ook op 100 kilogram staan. Het gewicht gaat nu naar 115 kilogram. Het zijn strakke boomstam. Het is echt niet wat onderzoek. Dat hij roept de goden aan, want zo doet hij dat.
Wij staan er al niet vreselijk van te kijken. Ik leef schitterende videobeelden op. En zo gaat het. Wat beleven hier? Die christen kijken. Op elkaar zegt dat. Hij kan niet om de deur leggen. Hey! Kom op dan! Ja. Nou gaat je snel iets aan de kust. Snel, 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 snel. Veel vaker denk ik. Hatja! Wat zijn beleven? En die sprint die komt er goed uit. Snel in. Hatja! Fantastisch! Daar staat hij weer. Nog steeds op de plek. Nu moet het dan lukken. 105. Als u ziet hoe gaat het er nog over, maar dat doet hij altijd. De vreesbeweging, maar hij krijgt er altijd omhoog. Ook hij. Oh ja, derde, tweede. Achtste, derde, tweede. Hoe staat Gerben er ook? In dit lage maat, Gerben er? Ja, hij staat er wel even. Scherm ja. Ongelooflijk op dit onderdeel. Zodat u het hoort, zodat u even gemakkelijk foto's kunt nemen hier voor in de ring. Gaat er niet. Dan gaat Gerben Erfman. Gerben Erfman. 120 kilogram. Ligt op zijn borst. Op zijn hoofd. En nou moet je gaan uitstoten. Doet hij? Ja, is goed. Prachtig. En is weer de eerste man die het pakt. En hij denkt nu, laat de anderen nu maar gaan. Kom op de kakkenmes. 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 Kom op Kerstenbel. Wie zal je tegenhouden? Kerstenbel. Volgende week heeft het nog een. Kerstenbel. Ring heeft zo'n rest. Ring heeft best een buik. Kijk maar hier. Het is lastig. Hoi. Kom! Joh. Hasje. Oké. Hand bij je, hè? En snel de heupen erin. Ah! Ah! Nee! Nee! Doe! Zo! Had je niet opgerekend? Wat is iets anders? Dat zei ik al. Wij ook niet, hoor. Zo, kom op, hoor. Wat is dit? Wat is dit, hè? Kom op, 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 k
Rustig naar de bodem. Nou mee die balken broek. Wat doet die voeten kan? Applaus voor Roud Zelfen. Op het diepje. En nu kan het worden. Erwin Ervan en zijn strijdweg 125 kilogram. Twee man in de strijd. 125 kilogram. Twee man die het uitgemaakt in dit onderdeel. Gerben Erfman. Eerst alleen maar voor. Hoor je dat? Gemakkelijk. Naar de volle. Kunnen we voor. Fantastisch! Jongen, 125 kilogram. Perfect. Hij heeft het eerder gedaan. De geestelijke vader van Engeland, de Tjalling van de Bos, staat erachter. Daar hebben ze vooral de steun aan tijdens de training. Oké, okay, pak hem op, naar voren. En die weet dat ik kan, en die praat er al in. Hars! 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 Rollen makkelijk voor, ook is het om zo goed. Ha! Pas het even zien. Stap voor, hier staat goed. Neem het in. Hoofd. Hoofd uit de benen. Ha! Puilig ben. Zo kan het zo. Goed te gaan. Niet eerder. Goed te gaan. Hoofd hier. Hars! Stap maar. Wacht eens even op de twee deelnemers. Bereiden zich allebei voor een poging 130 kilogram. Gerben Ervan, 130 kilogram. Dit zal het wezen als je dit pakte. Vorig jaar was Tjalling van der Bos winnaar met dit onderdeel op die 130 kilogram. Op dit onderdeel met 130 kilogram. Daar komt Gerben Ervan. Blijf in de strijd. Met 130 kilogram. Oké, applaus voor Gerben Ervan, hij blijft op 125 staan. En ik denk dat dat genoeg is. En ik kijk even naar de hoek van Arend Kuiper, want je weet het nooit, als ze met gedeelde dit plaats. Als ze daar zeggen van over, we gaan ermee akkoord, dan naar gedeelde eerste. Of gaat hij het proberen, Kok? Hij gaat het proberen. Gedeelde eerste is je altijd, denkt u nu. Dus, wat dat er gaat, kan hij het gaan proberen. Nummer 2 van 87. Wordt de hij de nummer 1 van algemeen klassement, 130 kilogram. Alle deelnemers kunnen dat doen. Dat weten we. Oké, easy is dit. Ik heb niet gevaar gehad. Easy. Tijd. Zoek een aantal benen. Ik ga het opkozen. Zou beleven. Zie je? Rustig pakken. Ik heb hem. Dank je wel. Dat vind je nog vrij goed voor, dat is zeker. Prima.
van die huid van het leven heen. En knijp het daarin. Charlie van der Bok. Til hem op. Hush, achter hem. Nou is het op de sterkste. Nou is het op de sterkste. Rauw! Asja, en af. Hij staat nou goed hoor. Deze speelt veel liever. Uit de been. Oh, nou staat goed. We zou die wat maken. Uit de been, uit de been, hè? Uit de been. Hush! Ja, dat is een ding wat zeker is. Over exact 15 minuten, 5 voor half 6, 8 voor 6, gaat de beslissing vallen. Hij koos de hoofdtelekende twee winnaars te weten Gerben Erfman en Arie Kuijper, elk goed voor 125 kilo. Op een gedeelde derde plaats eindigden Cor Oudendag en Wout Zijlstra. Zij deelden ieder 115 kilo. Na 5 van de 6 onderdelen is de strijd nog geheel open. Op eerste plaats staat Aad Kuiper met 43,5 punt. Tweede staat Wout Zijlstra met 40,5 punt. En derde Gerben Erfman met 37,5 punt. Voordat we verder gaan met het laatste onderdeel, spreken we nog even met Tjallik van den Bos. Al 3 maal eerder winnaar van het evenement en nu een van de organisatoren. We vragen John van Simonsson om een korte reactie. En daarna geven we 3 deelnemers het woord. Te weten Arend Kuiper, Gerben Erfman en Ritske Koonstra. Tjallik, een tevreden man in de organisatie? Ja, heel erg. De prestatie vind ik geweldig. De record van Rutsen en de record 10 al heeg. En ja, publiek op belangstelling, het valt mij net af. Nee, is heel mooi. Ik zeg die even glunderen dat het record nog steenblauwen in, dat 130 kilo. Ja, het is een wedstrijdrecord. Dit dat ik dus vorig jaar vestig heb, maar ik her ondertussen nog 150 die. Dus ja, zeer dat het nooit meer dat het verbeteren wordt. Wij schrokken nemen toen we schrikken Wout Zijlstra een beetje geblesseerd uit van zeggen. Nou ja, ik vong hem dus op en ik zie dat hij mijn beemstaan mijn al voelde. Dus ik heb jij die beemstaan nog van hem uit te doen, wat gedeeltelijk lukte. Maar ik kreeg hem wel op zijn bevoerd en hij voelde mij op mijn gips. En dat is nog steken. Dat is ik steken? Dat is nog steken, ja. Dat is beter dan de hand. Ik zit hier nog steeds glunder in, dus wat is van het laatste onderdeel? Ja, Arend Kuiper dus, die had het nooit in eigen hand. Had er nou faalt, dan zal er nooit een kampioen worden. Hij heeft een enorme voorsprong, hè? Hij heeft een mooie voorsprong. Alhoewel Wout Zijlstra zijn specialiteit, de biervaartrace, komt er nou om. Hij wier er zelf net zo sterk op, maar ik weet dat hij er heel erg op traind heeft. Dus ik verwacht eigenlijk dat er de titel binnenhelft. What do you think of the game zelf hier? It is a great fun. Good guys who are competing, yes. The level is what you expected? Oh yes, it is. Even a little bit higher. Higher than you expected. Yeah. And what place would you be now if you would compete with them? Oh, I have to compete. I can't tell you. You can't tell. Because it can go badly or good for me in a competition. Usually I always win, but I can also lose. Okay, and Capes said once that when he would train with the number one for 4 years, he would make him the strongest man in the world. Do you agree with Capes? Yes, I agree that that he would be stronger than Capes. You think he would be stronger than Capes? Yes. And stronger than you? Then we must compete. Then we must fight. Okay, thank you very much. Tevreden moet niet staan, denk ik. Ja, zeer tevreden, want ik heb punten laten leggen in het begin, hè, meteen met vrachtauto trekken. En ik had eigenlijk, met zwaard had ik me minder verwacht, dus ik werd tweede gelukkig. En toen kreeg ik een punt voorsprong op hem. En die punt, zeg maar echte voorsprong op Wout Zijlstra had ik verwacht met dit onderdeel. Dus ja, een meevaller, ik zeg het. En blessure van Wout is een meevaller verleden? Nou, ik weet niet of hij een blessure heeft, ik heb geen idee. Maar hij is niet droog van weggekomen, dacht ik. Die 130 kilo, heb je daar nog even aan gedacht? Het record dus? Ja, het is record. Ja. Vorig jaar rekenen ze die boomstam 56 kilo, kaal. En nu 44, dus ja, rekenen we 12 kilo bij op wat, bij 125. Dus hij was een beetje 137 vorig jaar. Je denkt dat je het record hebt gebroken nou, hè? Ja, zeer zeker. Even een reactie op dat boomstam tillen. Dat ging echt steengoed, of niet? Ja, dat viel me mee. Ja. Dat had ik niet verwacht. Training heb ik 150 getild met een andere boom. En nu 125 had ik echt niet gedacht. Dus het was voor jezelf ook een meevaller? Het was voor mezelf een meevaller. Tevreden over deze plaats op het ogenblik? Nee, lang niet. Wat was de dag eigenlijk? Tenminste tot nu toe? Toen ik hier naartoe reed, dacht ik nog misschien een vijfde plaats, vierde misschien.
Een specialiteit van die, die lukte vandaag niet helemaal, dacht ik, hè? Kun je er iets van vertellen? De tenderbalk? Ja, ik had in het begin in direct had ik hem al fout beet. Nou, we hebben twee rondjes toe. Toen ging er ander in vingers houden. Toen was dat hard al gebeurd. Het, van tevoren kost niet nog even een knipoog naar de scheidsrechter van mag ik even overnieuw? Nee. En als die hink maar laag hangt, dan krijg je ook niet meer vandaan. Dan is het gebeurd. Het laatste onderdeel. Probeer je nog iets hoger op te komen of is het niet die specialiteit? Biervaderij, ja, zeker wel. Ja. Specialiteit. Nou, wel mee. Goed bij de vierde. We gaan nu even naar de kleedkamer om te reageren naar de ernst van de blessure van Woutzeilstra. Opgelopen tijdens het boomstam hoog tillen. Hij kan wel verder met die tijd. Looking behind. Deze dag is de biervaderrace. De voorsprong van Aachen Kuiper bedraagt 3 punten. Hij moet dus minimaal derde worden om zeker te zijn van de eindoverwinning. Wout Zijlstra, de tweede man in het klassement, is echt de favoriet op dit onderdeel. Hij heeft ook ambities om de sterkste man van Friesland te worden. Helaas is Bouke de Jong uitgevallen vanwege een spierscheur in de bovenarm opgelopen tijdens het boomstam hoofdtelling. Dit betekent dat zijn broer Jan de Jong de biervaderrace alleen zal moeten lopen. Ja, ik ben hier. 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 Ja,
Maar de tekens zijn belangrijk. Wat een fantastische prestatie, jongen. Gefeliciteerd. Even niet. Het laatste onderdeel, de viervatenrace, is gewonnen door Wout Zijlstra. Tweede werd Aart Kuipel en derde Sijen van der Veen. Zodat de eindstand wordt 1 Aart Kuipel met 52,5 punt. 2 Wout Zijlstra met 50,5 punt. 3 Gerben Erfman met 42,5 punt. 4 Sijen van der Veen 40 punten. 5 Minde Bethlehem 36 punten. 6 Cor Oudendag 34 punten. 7 Ritske Koonstra 25,5 punt. 8 Simon Sikkers 22 punten. En op een gedeelde 9e plaats de broertjes Bouke en Jan de Jong met 13 punten. We hebben nu nog een interview met de winnaar Arend Kuiper en met een van de grote mannen achter dit evenement, Wout de Jong. Je zei zo net al uit een eerder gesprek, je had het niet echt verwacht. Het is een beetje een verrassing voor je. Dit is een verrassing, ja. Wat had je zelf in gedachten voor plaats? Nou ja, toen van huis ging, daar wist ik wel dat ik eerste kon worden. Als het goed ging, ja, verknoeiertje met de vrachtauto. Dus liet ik een puntje leggen op hem. Dus ja, ik heb eigenlijk de hele dag tegenaan moeten knokken om het zo ver te krijgen. Wanneer had je weer de gedachte van ja, het zit er weer in die eerste plaats? Na die boomstam. Na de boomstam. Ja. Dus voor het laatste onderdeel. Ja. Maar Wout gaf je bij het laatste onderdeel nog wel vies klop, of niet? Jawel. Ik wist wel dat hij mij kan kloppen, want hij is de snelste gewoon. Ja, maar door de blessure had je misschien de gedachte van misschien ben ik hem de baas doordat hij... Ik wist ik moet heel dicht bij hem blijven. Maar ik wist niet dat we de snelste tijd gingen draaien. Misschien op deze manier waren we er ook nog. Je had er wel op gerekend dat je van Wout zou verliezen in de biathlonrace. Dat is hij met was een ingecalculeerde verlies. Jawel. Ah, hartstikke knap. Nogmaals gefeliciteerd. Okay. En veel succes in de toekomst. Bedankt. Wout, de dag zit er bijna op. Wat vond je ervan? Voldoende mensen, de hal is heel en ik ben tevreden. En een goede winnaar. En we denken wel een terechte winnaar. Ik denk, tenminste, Jo heeft zo laag, kon het vanmiddag. Ja, tenminste, hij was groot favoriet, hè? Ja, hij was favoriet, maar aan de andere kant, de ander die nummer 2 is, was een dorpsgenoot van me. En ik heb hem 3 jaar geleden de eerste aanzet gegeven om hier aan mee te doen. Maar hij is nog jong en die komt er wel. We kennen je ook als gerenommeerd coach in de touwtrekkerij. Dus een man met ideeën over krachtsport. Ja. Wat denk je wat Arend Kuiper moet gaan doen in de toekomst? Arend Kuiper moet zich toegeleggen op het beroepskrachtsporters zijn, net zoals Tjalling van der Bos heeft gedaan. Alleen, wij hopen natuurlijk hem de eerste push daar toe te gooien door volgend jaar de Strijdse Maan van Nederland te organiseren. En dat zou betekenen dat hij daaraan mee mag doen. En daar kan hij zich in het internationale circus gaan richten. Hebben jullie al enige reacties gehad? Ik hoorde dat AVRO geïnteresseerd was in de plaats Sneek om het organisateurs gebeuren op te nemen. Of ze zijn geïnteresseerd, maar niet in de plaats Sneek, daar willen wij ook niet heen. Dat is onze. We hebben het afgeleerd om in Sneek iets te gaan organiseren door de zeer bereidwillige medewerking van de gemeente, wat ontzettend tegenviel dus. Tot besluit van deze zinderende dag, de huldiging van de 3 sterkste afstammelingen van Grutte Pier. Ondersteund door de enigszins aangeschoten Blauwhuister Dakkapel. Op de 3e plaats, prima. Gerben Erfman. Ja, ik hoop dat ze het allemaal aan het leven. Ja, je bent ook aan het leven, dat ligt. Zeer klein erepodium voor zulke grote mannen. Maar het puntenverschil was net iets te groot. Ja, maar hij is nog jong. Volgend jaar kan ik wel op het jaar daarop. En hij doet eens de sterkste maar van middel. Zei hij net al even in de toestelling. Wout! De flits van Volskeer en Zijlstra! Hij kijkt niet echt tevreden. Hij kijkt niet echt tevreden. 2 jaar geleden derde, vorig jaar tweede, nu eerste. Arend de Biergas en 4
live met het resourcing. Dat wij vooral in het eerste jaar dat we nu zelfstandig hebben gedraaid, enorm afhankelijk waren voor vanavond van een aantal vrijwilligers, die ons in het eerste jaar uit de brand helpen. Want zo simpel is het gewoon. Wij wisten dat we een aantal toestelhulpen hadden, die jongens die het altijd graag willen doen, gewoon omdat ze er graag bij willen zijn. Maar we moesten dit jaar een aantal mensen meer gebruiken, want er was zoveel meer te doen. En we kunnen nu zeggen, we hebben nog geen navergadering gehad met de commissie, dat we best tevreden zijn over vandaag. Het kan altijd beter, het kan altijd groter, maar dat is een toekomstdroom en die zullen we proberen te verwezenlijken. Vorig jaar hadden we het zover dat we ook voor toestelhulp en zo een tas hadden. Dit jaar is het een voorzichtig eerste jaar geweest. Dus we hebben gezegd van nou, we beginnen weer voorzichtig, we nemen iedereen mee uit eten. Dat is eigenlijk uit het diepste van ons hart het cadeau dat we aan jullie gunnen. We zijn nu van plan om aan al die vrijwilligers en vrijwilligers, die roep ik allemaal persoonlijk even naar voren, even een bosje bloemen. En dat is de grootste blijk van huldiging die we kunnen geven dit jaar. Misschien volgend jaar gaan we met z'n allen wel naar Gran Canaria na afloop. Want het blijft natuurlijk een toekomstdroom. Daar kunnen we verder niks aan doen. Nou, als we volgend jaar in de pauze BZN laten optreden of zoiets, dan weet je wel. Nee, maar dat is een gekkigheidje, jongens. We willen graag verder. Alleen dit jaar moet je het met bosje bloemen en het etentje en het t-shirt natuurlijk doen. Ik wil vragen of er één van de vrijwilligers of vrijwilligsters is die nog geen t-shirt heeft ontvangen. Ik dacht dat iedereen zo'n beetje was voorzien. Nou, dan begin ik hier. Ik dacht dat ik alle namen kon van alle vrijwilligers en vrijwilligsters. Maar ik wil eerst de dames. Zal ik Anja en Griet eerst maar even. Trace. Vergeet ik dames in dit gezelschap die vrijwilligers. Ik dacht het niet. Trace even naar voren. Reinie. Vrouw. Ja, kom maar. Jawel, kom maar. Naderhand wel, maakt niks uit. Kom nog maar. Bloemenzaad. Die en die en die. En de dames hier even. Dus dat iedereen even naar voren komt. Mevrouw Hartman. Dank. Jim Hessen. Trace. Nu gaan we bij de heren beginnen. Ik het zo even langs, ik moet even zien. Simon Beckema. We zien wat er verder Sieben, het Siebenijenhuis. Ik hoop dat ik ze allemaal het hoofd ken. Jaapie Sietsma, ja. Ik denk Hendrik van der Damme of zoiets. Hillebrand. Ja, hè? Hillebrand. Hillebrand van der Damme. Ja, jongens, als jullie hier allemaal even heen komen voor het bosje bloemen, dan... Nou, maar dan mag je wel eens keren, joh. Ja, best. Nogmaals, een hartelijk dank. En ik wou graag een applaus voor jullie zelf. We gaan nu
We gaan nu met de grote dis verder. Het is iedereen krijgt snitsel. Als er iemand is die niet snitsel krijgt, die geeft maar aan zijn buurman. Ja, want dan krijgt hij het niet. Maar voor de rest, we gaan nu beginnen met het warm eten. En daarna komen we terug op de heren, die het vandaag gemaakt hebben. Dus tot zo. Plichtplegingen voor vanavond is natuurlijk de altijd wederkerende prijzentrekking. We hadden het wederkerend vorig jaar voor het eerst gedaan. En ik dacht dat het goed bevallen was en vandaar dat we hier nu weer zitten. En wij moeten de artiesten, de met hele grote letters, de artiesten van vandaag, moeten wij nog even bedanken met een aantal plichtplegingen. Ik denk dat we over de jaren gezien rustig kunnen stellen dat we dit jaar het... vorig jaar was ook een prima jaar, maar toen was er één die liep er heel ver uit. Hè? Maar dit jaar dat we het over het geheel gezien het beste deelnemersveld hadden van, van alle jaren, denk ik. Een aantal mensen verschrikkelijk dicht bij elkaar. Een aantal mensen die er weer iets achter zitten, maar toch niemand dat je zegt van nou, die presteert niet naar behoren. Tuurlijk, de een is beter dan de ander en er zal ook altijd een winnaar blijven en er zullen altijd verliezers blijven. Er zullen mensen teleurgesteld zijn en er zullen mensen boven verwachting gestegen zijn. Maar dat zal ook altijd zo blijven. Vandaar dat we nu die 10 mensen even apart hier naar voren roepen zoals het hoort. En we beginnen bij de, ja ik kan eigenlijk bij de 10e en bij de 9e plaats tegelijk beginnen. Wat wie het verrekte spant, zo kan ik het wel zeggen. Maar de een ging erin voorbereid, echt voorbereid. En de ander totaal onvoorbereid. Donderdagavond, ik dacht om 8 uur, gaven we het verlossende telefoontje, kregen we toen dat Jan de Jong daar maar in moest vallen. Voor de, helaas, blijf ik nog altijd zeggen, voor de wedstrijd, jammer dat hij ziek geworden is, maar het is niet anders, voor Wiebe Nijenhuis. Maar toen kreeg Jan de Jong dan het verlossende bericht van, nou, oké, je moet meedoen. Of je moet meedoen, je mag meedoen. Ludolf Damsma weigerde het, die wou niet, die was niet voorbereid genoeg. En Jan zei, nou, het moet me wijzen, want kijk in ieder geval een snipperdui vreegje morgen. Nou, wat zou weer natuurlijk. Hij kon vrij krijgen uit de tijgerbouw en dat weer wel mooi opsteker. Hij een vrije dui vreet, hij zou straks nou nog even trainen. Nou ja, dat is Jan de Jong de voeten uit natuurlijk. En dat hindert verder niet. Wij waarderen Jan op zijn prestaties vandaag. Het ging misschien niet allemaal even voortreffelijk. Hij zei, het vracht wel ook niet 20 meter verder werden, maar niet ik naar wond. Dan zou weer het. Ik wil Jan de Jong granen voor hem, van zijn geweldige prestaties, joh. Even Rick Gelly. Dan ga je een mooi dwarske bij. De plakettes die de mensen krijgen overhandigd dit jaar is er één. Ik dacht het 1920. We hebben de hele markt weer afgezocht. En we hebben een hele mooie kunnen vinden. We hebben van het jaar eerder, dat mogen jullie rustig weten, uitgedeeld. Dat was bij de Highland Games met Geoff Capes. Het stelt wel voor een kogelstoter, maar het is een zeer authentieke... Die precies past in een serie van die mensen die alle jaren nog mee hebben gedaan. En dit dan een kogelstoter. En die wou ik als groot eerbetoon naar overhandigen. Eerst aan Jan de Jong. Hartstikke bedankt. Ja, ik bedankt. Het Jan, tasken. Bedankt. De bloemen. Nou, ik dacht dat dat is een beetje weer, hè? Ja, tasken, dat bloemen en medailles. Bedankt. Bedankt. Even een groot applaus voor Jan de Jong. Oh, Jan! Kom eens even op. Oh ja, sorry, nee, ik wist dat er nou wat was. Ik wist 4 dingen, dat wist ik. Drie nou wat, Jan? Ik blijf maar even steken.
We zijn voordat je morgen wekker wordt en je denkt wat zullen we er wat leierig uit. Dat zal van wurgers zijn, dat zal van moeheid wezen. Maar daarom even een stukje vitamintje mee. En die, dat is een extra geste. Dit jaar hebben we gezegd, we moeten toch elk jaar proberen we iets extra. Doen we dit keer een fruitmand. En als je er gelijk aan begint, dat mag. Maar we krijgen straks nou wat na, dus het hoeft niet. Jan, ja, alsjeblieft. Wat ligt hier, Wingeld? 9e, 10e plaats. Een man die dacht ik deze week meer spendeert aan promoting van zijn sportschool dan met de gedachte bezig zijn aan de wedstrijd sterkste man van Friesland. Wij zijn donderdagavond bij hem geweest. Het is geen gemakkelijk jaar voor hem geweest, dat weten we ook. Maar dat moeten we dan maar heel snel even vergeten. Hij is nu weer opnieuw begonnen. En hij heeft natuurlijk voor hemzelf hoop ik dat hij een bovenslag heeft gemaakt met de training afgelopen donderdag van Jean-Paul Simonson in zijn sportschool. Het was, vond ik, een fantastisch gebeuren. Ik denk dat de mensen die erbij geweest zijn, dat het zeker aan te bevelen is om een training van die man mee te maken. En wat dat er gaat, kan ik jullie de hint geven. Maandagavond 8 uur traint je nog bij Sportschool Lifestyle in Sneek. Dus daar kun je het aan schouwen. Of wil je erbij zijn, dan moet je dat eens een keer vervolgen. Hoe die man zichzelf verkoopt aan het publiek. En ik denk dat die dinsdagmiddag nog een keer bij Bouke de Jong traint. Dus mensen die in die buurt wonen, die kunnen daar dan nog een keer hetzelfde meemaken. Maar Bouke de Jong, ik denk dat hij meer met de kop daarbij is geweest. Maar, Ja. De man van Friesland is geweest. Hij is de man geweest die het mede mogelijk heeft gemaakt. En dat maak ik best wel een waardeerd applausje voor. Helaas viel hij toen, ik dacht voor de biervatrace, zei bij me, hij zei, nou, het ken het mee. Een fysiotherapeut zei, ja, het moet het, maar nou, het hoede me net wel. Moest me net steken, nou. Dus, oké, je krijgt een spierscheuring en dat is dan gebeurd. Ik wil graag voor een Bouke de Jong voor zijn 9e plaats bij de sterkste van Friesland 88. Applaus voor Bouke. Een bijzondere man noem ik het. Een aparte man is voor mij. Wij kwamen vorig jaar voor het eerst bij de sterkste man van de Zuidwesthoek. En daar was een fenomenale jonge man die daar meedeed. En toen de tweede plaats behaalde achter een fenomeen. Ook een fenomeen van mij wat nog iets sterker was vorig jaar. Dat was een zekere Bethlehem, maar die komt straks er wat te sprake. En dit jaar waren we weer bij de sterkste man van de Zuidwesthoek. Uitgenodigd door onze vakbroeders, tussen aanhalingstekens kan ik het bijna noemen in dit geval. En daar was hij weer. Ze nemen hem naar het monster van Meus. Het valt voor mij wel een beetje met het monster. Het valt een beetje maar, ja, je bent een beetje met alle namen, hè. Dus dat is dan niet anders. En ik heb hem geprobeerd te paaien om mee te doen aan de sterkste man van de van Friesland 1988. Ik wou hem er toch graag bij hebben. Ik dacht van nou, hij moet eigenlijk ook eens in dat circus deelnemen. Hij heeft aan de voorselectie deelgenomen. En blind is wat wie dat spant, die voorselectie. Hij heeft het, ik heb het nagerekend, hij heeft het op 1,50 meter of zo heeft hij het gehaald. Had hij dat minder gelopen, dan had hij zich niet meer geplaatst. Maar dat was voor Jan de Jong hetzelfde. Had hij 2 meter verder gelopen, had hij hem geplaatst. Zo spannend was het die dag. En toen kwam hij vandaag. En wij kenmerken hem dan typisch. Je had zo'n zwart checkje in de moel en rustig en een zwart checkje. Nieuwe coach, dacht hij. Of had dan een meer geestelijk begeleider had hij bij hem. En ik dacht, nou, dan zullen we het wel zien. Ik denk dat hij te onvoorbereid in de wedstrijd is gegaan. Hij zal wel getraind hebben. Hij zei, ik had de laatste 4 weken wat bij de fitnessclub, ik denk in Bajeerd Hengst of zo. Ja, dat hij daar getraind had. Maar het is wat te min. Hij zei, ik wil er hoor hier graag weer bij wijzen, maar dan heel hier zak er even wat meer van waan. Maar een, dan ik nou dat kindje met die biervaten. En je wordt 8e. Maar in het eerste jaar 8e worden vind ik beslist niet slecht. En de toekomst biedt nog steeds meer. Simon Sikkers, het monster van Meus. Eerst medaille maar even, Simon. No? Dwarskum is maar even bewaardie. Ik gefeliciteerd met die 8e plak. Ja, het ben eigenlijk allemaal, voor mij bent allemaal fenomenen, hoor. Want voor mij ben je met allemaal hetzelfde als die kleine jongen die daar zit natuurlijk. Alleen ik ken dat wat beter. Nou ja, oké, had er misschien ook wat meer voor trainen, dat weet je ook niet, no? Maar op de 7e plaats een fenomeen voor mij. Ik vraag mij af hoe lang we hier nog staan dat we zeggen van potverdikkie, hij al die aaneengesloten jaren is hij er nog steeds bij. De enige man, en ik vind dat een absoluut unicum, die voor het 6e jaar, zolang wij het organiseren in deze vorm, voor het 6e jaar deel heeft genomen aan de finale.
Vorig jaar hebben we hem een flesje drank. We doen het dit jaar niet, want het is geen lustrumjaar. We zeggen gewoon, we maken het 10 jaar vol. En dan gooit hij een open limousine die hierheen reden bijvoorbeeld. Maar dat zien we dan wel weer dan. Want dat gaat wat volgend jaar ook een heel... Wat volgend jaar wat gaat ook een heel ander jaar natuurlijk. Want daar komen we direct nog weer even op. Maar ik denk dat Ritske Kooster voor ons allemaal een voorbeeld is van hoe het eigenlijk kan. Zuinig met je eigen lichaam omspringen. En toch nog goed presteren. Oké, het is niet meer de prestaties dat je zegt van 84 dat hij tweede was. Maar hij is nog steeds... bij die top 10. En ik denk ook dat het voor andere jongens heel hard, met name voor de nieuwkomers, heel hard werken wordt om deze jongeman bij die eerste 10 weg te krijgen. Want hij leeft intens voor zijn sport en hij ziet er nog altijd picobello uit, vind ik. Ritske Kooster van Harkema. Zo, maar ben even nu het helling, hè? Ja, ik ben even omheen. Ik ben omheen genoeg, zodat je... Nog een keer applaus voor de man. 6 jaar sterk vanaf Friesland, daar staat hij. Jan, wie is dat door de race? Wie is dat werk van onder? Let maar gebeuren. We komen nu bij een ander fenomeen. Als ik mensen heb, zoals deze jongeman die dan dit jaar de video verzorgt, wat een uitermate hoop ik boeiende video wordt. We willen er geluid aan laten draaien en tekst, dus iedereen kan die naderhand bestellen, maar daar krijg je wel bericht van. Heb ik gezegd, jong, vooral met het boomstemheffen, die man, die, neem die in het beeld. Want het is nog altijd een prachtig gezicht om Cor Oudendag te zien. En volgend jaar hopen we een bijzonder jaar te maken voor Cor Oudendag. Hij wordt dan 50 en we hopen dat hij dan... hij wordt dit jaar eigenlijk nog 50. Nou, ik dacht in 3 weken. Maar we hopen dat hij volgend jaar op zijn 50ste meedoet. Dat hij zich plaatst. En dan zijn we echt wat extra van plan aan het maken. We sterkste van Friesland voor Cor Oudendag. Maar ja, hij moet heel blijven natuurlijk, dat weten we niet, dat zien we dan alweer nou. Maar Moeke die houdt hem goed onder de duim, dus het zal wel goed komen. Wat hulli kulli dansen door de winter en dan hebben we volgend jaar de conditie wel weer, of niet? Cor, hartstikke gefeliciteerd, hè? Die 6e plaats, hè? En tot volgend jaar hopen. Alright. Cor, gefeliciteerd. Ik ben blij dat je erbij bent, hoor. Op de 5e plaats, ja, hij weet het al hele jaren, mijn oogappel. Oh nee, leren. Ja, hij is al jaren een favoriet van mij. Zonder meer. Maar hij laat me elke keer, nou, dan... Elke keer is er iets dat net niet wil, hoor. Zijn vrouw zei net al, verdorie, hak hem van het jaar zo hoog. Maar ik wist dat hij in bloedvorm was, trainingskamp geleden. En die zei, nou, die minnen, ik weet niet, die slaat die zak door het plafond heen. Maandagavond belde hij me op. Hij zei, misluister je, wat heb ik gehoord je? Hij zei, die vrachtwagen 16 ton. Ik zei, nee. Ik zei, nee, hoe komt het erbij? Ik zei, 20. Oh. Nou, dat ging op die manier dus. Maar er is deze, en we kwamen dus donderdag, waren, of vrijdagmiddag waren we de sponsors langs. Kwamen we ook bij degene die de vrachtwagen heeft geleverd. En die zei, nou, van de week weer ik zijn grote blond in. En die had zo'n wat van vrachtwagen, die crimineerde nou wat. Was het ook dat? Nee, dat is geen snor, dat. Ja, dat is snor, nee, ik weet niks gedaan. Oh, die? Wist ook bij de blauwe wees, bij die vrachtwagen? Ja, ik heb het niet verweten. Nee, ik dacht, het is minder Bedlin geweest. Die is zo schrokken van die 20 ton, die er is in mijnerzijds. Maar ik denk dat, er wel eens, dat je er wel eens minder voor hebt gestaan. Nou, ik denk dat hij de kick weer kreeg van het meedoen. Ik dacht bij de sterkste man van de Zuidwest ook. Oké, de deadlift, dat was dan even, nou ja, die liet je staan. Maar had je die ook getild? Dan had je erbij geweest, dat niet. Dat is het hem. En hij is er nou weer bij. 5e plaats, meer naar Bethlehem. Als ik zeg Aristoteles, Acropolis, de blonde god van Griekenland. Maar weet heel Friesland voortaan over wie er wordt gesproken. Over een zekere jongeman, Seije van der Veen. Hij ziet er verschrikkelijk jong uit. Hij is, ik dacht, 38. 38. Dus wat dat er gaat, geef je hem dat niet. Maar is het wel. En zijn verschijning... Zijn... krijg je een plasje? Nee, ik denk dat er één man
vandaag geweest is wat vorig jaar een Ieper Gebrandi en vorig jaar een Wout Zijlstra presteerde. Als er één dezelfde benaming moet hebben van runner-up, de coming man, boven zijn kunnen presteren een dag, dat het Seije van der Veen is geweest deze dag. Ik wou gewoon zo een applaus voor Seije van der Veen voor zijn prestaties. Ik heb er verder niks aan toe te voegen, want dan kan ik wel in superlatieven uit gaan breken. Hoe is Bart gewal? Zo wat kent was ook? Ja, nee. Dat kijk nog uit. Juist, dat hak zijn. En oh, en zo is het. En dan hoor je me morgen. Of zijn we arm dan een keepje? Dan zeg ik oh. We gaan naar de... We gaan naar de... Die mensen vandaag voor het publiek de wedstrijd gemaakt hebben. Het was, dan moet ik even spieken hoor, ik weet het niet allemaal uit hoofd. Maar ik denk dat het Sword and Shield lift, dat daar het breekpunt is gekomen van de sterkste man van Friesland 1988. Men stond zeer dicht bij elkaar en ook de laatste 200 in Boomstantillen en Biervaderees kon men elkaar eigenlijk weinig gaan ontlopen. Maar het breekpunt lag dit jaar op de Sword and Shield hold. Wij hebben het niet zo voorzien, maar daar is wel de wedstrijd op beslist, denk ik. Daarna moest het wel gewoon doorgaan. Iedereen moest continu blijven presteren. Maar het grote breekpunt is daarop geweest. Want daar, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Daar heeft Arend Kuipers zijn grote winst geboekt. En de man die daar op verloren heeft, of beide mensen die erop verloren hebben, is zowel Wout Zijlstra als Germen Erfman. Maar toch blijf ik erbij dat jullie vandaag de wedstrijd gemaakt hebben voor het publiek. Het was fantastisch. En het ene verschil tussen de nummer 2 en 3 is wat groter dan tussen de nummer 1 en 2, maar dat doet er niet zoveel toe. Allebei de eerst al de verrassing vanmorgen, Wout Zijlstra wint het vrachtwagentrekker. Wees eerlijk, Arend, had je niet verwacht? Nee, beslist niet. Ik denk Gerben ook niet. En dan daarna, wat kwamen we toen? De Timberwalk. Nou, die was voor Arend. Dat zat er dik in. En toen het gewicht hoog gooien. Nou, Gerben, ik moet je een compliment geven voor het fantastische record van 5 meter natuurlijk. Dat, ja, dat mag ook wel een applaus. Want Jalik van der Bos zei, ik raak geen record kwijt van het jaar, maar er is er één kwijt. En dat had heel weinig gescheeld of er was geëvenaard op een aantal anderen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nog altijd het teken dat het niveau over de breedte fantastisch stijgt nog altijd. En ja, als derde kom je het eerst aan de beurt om hier naar voren te komen. Een welverdiend applaus voor Gerben Erfman. Vorig jaar... stond ik hier en ik zei, ik ben een trotse invloeder van Van Scharen en ben ik nog steeds. Maar zonder... ik denk dat er één man vandaag teleurgesteld uit de wedstrijd komt. En dat is zonder niet om zijn eigen prestatie, want die waren fantastisch. Maar iemand die zo kort achter de nummer 1 tweede wordt, is teleurgesteld. Daar kun je ook niks aan doen. Hij zal misschien de schuld wel bij zichzelf zoeken, dat weet ik niet. Misschien zei hij, vergeet me dit en goed, dat en goed. Hij is gelukkig heel gebleven. Op een gegeven moment met de Boomstantillen, toen zag ik het even duister in. Ik ben gelijk ook even bij hem geweest en ik dacht, nou, als het zo moet, dit weet ik niet. Samen je het. He? Maar dat is natuurlijk de enorme spanning die opgebouwd wordt in het lichaam en dat moet eruit. En hij wist dat hij bij moest blijven. Het is niet gelukt. Vorig jaar was hij derde. Dit jaar was hij tweede. Hij kan alleen nog maar hoger. Maar ik weet het niet. We zullen wel zien of hij er volgend jaar weer bij is. Hij moet eerst maar even goed uitrusten, denk ik. Dat is het belangrijkste. Nou, een fantastisch applaus voor Wout Zijlstra. We hebben nog één man over. We hebben nog één. Nou, wij zijn hard, nee, dacht ik ook. Ik heb nog 2 medailles. Dus wat dat dan gaat, kunnen we nog vooruit. Meestal hou ik één zelf. Maar dat doe ik voor het jaar niet. Want we hebben hem wel van de Britse week. Ja, er blijft één man over. Hij kwam al snotneus, kwam hij... ik dacht... ja, 4 terug, hè? Dit is de 4e keer dat je deelneemt, hè? Dus 3 jaar terug. Kwam hij als invaller. Toen waren de deel... toen viel Minnen veel uit, Johan Lagerveen veel uit, ik weet het dan wel. Toen hadden we 10 deelnemers. 4 vielen eruit en die bleven met 6 zitten. En toen kon Arend Kuiper meedoen. Dat was zijn eerste jaar.
Ik weet niet hoe je eindigde. Ik dacht achtste, zevende of achtste, dacht ik. Ja, zevende is zoiets, ja. Tja, daarna ging het al heel veel beter. He, toen werd je derde. Vorig jaar tweede en dan was ja, van het jaar voor jou eigenlijk maar één plaats weggelegd. Maar je mag het rustig weten, wij hebben er elke week wel over gebakkeleid. En met de commissie hebben we menige keer vergaderd. En je ziet Kok wel zenuwachtig lachen. Nee. Maar of hij wel zo zeker was van zijn eigen stem, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment werd er gevraagd, wie wordt de sterkste man van Friesland 1988? Ik zal je ook eerlijk zeggen, ik had een heel ander. Dat is die jonge man die daar nou zit en die dat volgende keer wordt. Wie ben jij in huis? Nee, dat is Ringzien. Ja, doe ook. Nee, Arndt is mijn favoriet. Nee. Oh. Ring van der Waal. Wie ben jij in huis? Gerben Erfman trouwens. Of Gerben Erfman, dat, ja. Wie ben jij in huis? Peter onthield een verstemming, dacht ik. Nee. Met dat er gaan dat ze met de billen bloot, durven ze de waarheid niet te spreken. Nee. Ik had het niet gedacht. Meen ik eerlijk. Wij kennen Arend Kuiper, ik weet nog goed, voor een halfjaartje terug, sterkste man Zuid-Nederland. We waren wel supporters mee en we zeiden nou, en Tjalling en zo. We zeiden nou, wat gebeurt er? Niet Tjalling in de ring. En Arend was er ook. En ik zie nog het ankerstillen, hoe heette die beroemde schot dan? Jack Higgins, wat was het? Jack Hines. He, met die, toen met die, pssst, baf, binnen seconde achter. Ja. Arend Kuiper komt de accu tillen, hij staat, hij zegt bats, hij zegt wil niet, schouders zit op slot. Nee, dat hindert verder ook niks. Zo was je toen mentaal niet klaar. Die jouw coach dan is, heb ik gezegd van nou, kistje bier even werden hier, dat Arend Kuiper dat nooit een keer dit anker, wat was het ook weer? Accu's, hè? Boven de minuut heel niet. Wat was het ook weer? Zoiets hadden we afgesproken. Maar ik weet dat ik kistje bier heb verloren, staat in de auto. In een jaar eerste. Als iedereen zo mooi opbouwt, wat markeert er dan verder aan? Niks. Ik hoop voor jou ook, als het lukt om in mei, wanneer we de sterkste man van Nederland organiseren, dat je kans krijgt om mee te doen met jou. Maar ja, het moet allemaal nog. Zolang je van de tv afhankelijk bent, kun je nog geen ja of nee zeggen. Maar ik vind jou een zeer terecht kampioen vandaag. Je hebt bewezen de beste te zijn over 6 onderdelen. En dat ging zeer fantastisch. Vooral het bovenste tillen. Ik dacht dat het voor jou ook die 125, dat een bovenste beste was. Voor jezelf, of niet? Had je de 130 verwacht? Ja. Ik weet het niet. Maar jij hebt het gewonnen, denk ik. Met het Sword and Shield Hold. Maar je hebt het afgemaakt op de Biervader Race. Je grootste concurrent naast hem, die in bloedvorm, zelfs met een getapte poot, in bloedvorm was. Die een tijd draait. 48, dat is nog nooit eerder gepresteerd. Maar je zat er maar 4 seconden achter. Had het verschil wat kleiner geweest. Wout Zijls had in principe wat slimmer moeten zijn. Die had gewoon moeten denken van ik ga op 53 seconden, 54 seconden lopen. En dan hopen dat jij er 4 seconden op verspeeld had. Dat hij sterkste maar verneemt. Nee, bij wijze van spreken, hè? Snap je wel? Dat zij minder snel gaan, ga jij ook minder snel. Zo, op die manier. Maar dat hindert verder ook niks. Jij bent de terechte sterkste man van Nederland. Sterkste man van Friesland 1988. Een staande ovatie voor Arend Kuiper. Ik ben de brand in de broek weer door. Hier. Yes. Oké. Hoppatee. Doosje. Dat kan hier wel even in. Goed. Pas. Oké. Die hoort bij de eerste prijs. Die mag hier dan. Prachtig. Oh ja, dat is mooi hè. Als je het zakje wil. Alsjeblieft. Bedankt. De beker neem je straks wel mee, die staat hier. Tjalling is weer zo lui geweest dat hij hem niet gegraveerd heeft laten graveren. Maar dat zullen wij dan moeten betalen. Maar dat hindert verder niks. Nou? Dat is. Ja, meer heb ik niet. Geef mij eens een magloen. Bedankt. Geef hem thuis. Nee, één verlopen met inhoud. Omdat jullie ook hebben wat? Ja, nou ja. Die kan. Cheap. Helst dat die fles even, dat we die detective in doven. In Mardai even, was je het aan? Ja? Ja, best genoeg. Kom er direct mee bij. Ik heb nog wat spullen. Very gebroken Engels. English. Maar staat hier some words. Please, one to the front, Mr. John Paul Sigmundsson. Strongest man of the world, please come forward. Kijk jezelf aan.
Wij hebben dit, deze jongeman gehaald. En wij hebben... Hey, what's it, Bip? What's it? Wij hebben deze jongeman hierheen gehaald. We've got you from Iceland to here. Yes. Because as a stimulation for the competitors. I think it worked out to the competitors. Ik denk dat het voor jullie een goede stimulatie is geweest, deze jongeman. Hij ziet er verder goed uit. No? Oh. But we would like to thank you for your appearance here. Yeah, we do it that way. Hij heeft, morgen heeft hij nog een aantal extra dingen. Je kunt hem, morgen is hij nog bij sportschool van... what a pig. Wat een varken betekent dat. Nee, maar hij is morgen nog bij sportschool van Hulk. Dus, en maandagavond de snee kunt u hem in training zien bij Lifestyle. En dan heeft hij voor ons wat betreft rijden. En dan gaat hij waarschijnlijk naar de Bouken dinsdagmiddag. Maar we willen deze jongeman even wat aanbieden. Als Siep hem klaar heeft. Siep is hem klaar. Hey, we een bos bloemen nemen. We first want to hand you over some flowers, so you can come come home later. Nou, alsjeblieft. No, this is kist erbij. Ja, kist erbij. This is van Vislust. Yes. Yeah. Yes. This is from John. This is from John and Siep. You know them now. We have been yesterday here. We've taken a bottle of it, they have, will hand you over a bottle of Berenburg. What do you call it in Iceland, your national drink? You call it some... Plakteth. Plakteth, yes. Ja, nee, Hannes in Harlingen had ook wel Plakteth voor hem, hoor. Ja, dat zei ik eens. So it's Berenburg, we call it, you can say it, Berenburg. Berenburg. Ah, of course, okay. And here's... And here it stands, special bottle for Mr. John Paul Sigmason. We want to hand you over. It's from Jan and Siep and from us, yes? With the kist, some flowers, and we have a very special present for you. Yesterday we were in Kimsit, we zijn gisteren met hem in Kimsit geweest. En daar hebben we foto's genomen bij het beeld van Grote Pier natuurlijk. And always, of course for you, a replica. I think you say it that way, a replica of a statue. Yes, a replica. Yeah. A little duplicate. Okay, a duplicate from the statue van Grote Pier. And, you're a Viking, but when you weren't a Viking, you would be a Friesman. Yes, yeah. Okay. Applause for John Paul Sigmason. Here you are. Thank you. Fantastisch. Mooi. Ik kijk nu al. Ja. Daarom heb ik helemaal dat doet het voor mij helemaal. Better dan in Boedapest. Hier het slaken op ik netje, want ik heb het daar net al. Moet voor bedenken zien. Ik moet nog even een speciaal woord richten. Ja, ik heb een paar dingetjes over. Ik heb twee tassen over en ik heb een medaille over. Nee, dat doen we niet luidje trekken. Daar hebben we wel een bestemming voor, hoor. Zit die wel in? Ja. Ik heb één medaille over. Vorig jaar waren we het... Ja, nee, hij is niet te koop, jongens. Daar beginnen we echt niet aan. Nee. Hij is niet te koop voor die man die dit... het bedrag wat de man die hem zometeen krijgt ervoor betaald heeft. Nee, hij is niet te betalen. Ik denk dat als jullie dat hier neerleggen, dat hij dan wel zegt, oké. Okay, maar nee, deze is weer voor een speciale man. Dat is toevallig een broer van ons, ik kan er ook niks aan doen. Hij heeft nu voor het, vijfde jaar een, dat mogen jullie echt van mij aannemen, een behoorlijk, zeer behoorlijk geldbedrag gepompt in de sterkste man van Friesland, 1988. En zonder hem kunnen wij het echt niet meer organiseren. Dus wat moet je zo anders doen? We zeiden we hebben een medaille over. Of we bestellen meestal één extra voor onszelf, maar we hebben één over. En die gaat naar onze broertje Bouke de Jong. En, ja. Hey.
kant. Maar er zijn twee mensen die ik, waar ik niet meer zonder kan organiseren. Die gewoon het hardste nodig heb. En één man daarvan is natuurlijk een PR-man, zoals we die noemen. Iemand van de public relations. Iemand die zegt van oké, dat het vervelende gedoe met die jongen van Friesland en zo, waar ik helemaal geen zin in heb. Nou, we hebben er vorig jaar een gek voor gevonden die erin is gestapt. Hij is ook van beroep ook nog als journalist. En hij probeert het heel aardig te doen. En ik hoop dat het maandag in de kranten zijn vruchten heeft afgeworpen. Het blijft voor hem. Ik denk dat hij een van de meest ondankbare taken heeft binnen de commissie. Want ik weet niet of jullie wel eens met dat soort dingen bezig zijn geweest. Dat hij zegt van oké, we willen op provinciaal niveau iets organiseren. Maar dat ligt niet zo goed bij de kranten, want krachtsport en die sporten eromheen, die hebben een verschrikkelijke rotnaam nu nog. En waar komt het door? Dat komt alleen maar, je kan er jaren goed aan werken. Maar als het dan op een gegeven moment bijvoorbeeld een Ben Johnson wordt gepakt op anabole steroïden. Of er wordt een complete Olympische liftploeg naar huis gestuurd. Dan heb je 10 jaar opbouwwerk gedaan wat in 1 week weer verknoeit. En daarom zit je moeilijk bij de kranten. Maar we hopen dat het anders gaat worden in de komende jaren. En de man die er hard aan werkt is Rien van der Molen. Hij heeft zijn vriendin met opzet naar Italië gestuurd. Die wou we hier niet bij hebben, maar dat is verder niet uit. Rien, hartstikke bedankt. Hij heeft gesolliciteerd bij een krant in Noord-Holland. Maar ik zal deze morgen even bellen met die redacteur. En dan weet je wel wat ik verder tegen hem zeg. Okay. Nou, niet meer met... Applaus voor Rien van der Al. En ik wil... Ja, één man kan ik helemaal niet zonder. Dat is nog altijd... Blom, wat kunnen we hebben? Hechtelblom? Nee. Ja, Hechtelblom. Nee, één man, daar kan ik, zal ik het niet zonder kunnen. Want ik meen dat wel van, ik heb daar wel, hoe heet dat, voorzitter voor mijn naam staan, maar dat zegt natuurlijk niet een flikker verder. Maar het gaat er gewoon om, als je initiatiefnemer bent, je hebt het allemaal in het programmaboek kunnen lezen, of je met Peter Kortegaas, et cetera, is het allemaal begonnen. En ik weet ook dat hij dit nodig heeft, gewoon om af en toe eens even een schop onder zijn kont, heeft hij ook eens nodig. En af en toe eens even een lekkere peer in zijn kont, dat is ook eens nodig. Maar dat gun ik hem van harte. En ik denk dat hij nog altijd de stuwende kracht is achter dit evenement. Fokko de Jong. Hey, alsjeblieft. Ja. Ik denk dat alle dozen leeg zijn nu. Ik denk dat het ijs door kan komen nu. Het gaat zo nu verder. We krijgen zometeen het ijs. En daarna is het voor iedereen wie meer constructies heeft gehad, dat hij zijn bonnetje even aflevert bij de kassa. Of even afrekenen bij de kassa. En voor de rest zeg ik straks na het ijs nog even goedenavond. Maar geniet nog even van het ijs. En dit was het tot zover. Jongens. Oh,